Welkom terug bij Sinaton. Vandaag ga ik jullie meer uitleg geven over het archiveren van documenten in Admin DMS. Het is heel simpel, dus ik ga het filmpje ook kort houden. Laten we eens even kijken. Het archiveren van documenten in Admin DMS is niet zo heel moeilijk. We gaan eerst en vooral naar Tools en dan Settings en kiezen voor Configuration. Dan zien we hier de optie Archive staan. We kunnen hier een datum invullen dat ervoor zorgt dat we documenten voor deze datum niet gaan zien. Dus bijvoorbeeld, als we deze op 2013 zetten, op 1 januari, dan gaan we documenten hiervoor niet zien. We zien hier bijvoorbeeld 2010. Als we dan even de lijst gaan opnieuw laden, dan zien we hier inderdaad alleen maar documenten van 2013 staan. Nu, om toch die documenten te gaan zien voor deze datum, moeten we toch die datum hier bij Archive terugzetten. Zorg ervoor dat inderdaad de documenten gearchiveerd worden en we deze niet kunnen zien. Als we dan inderdaad terug opnieuw gaan laden, dan zien we hier terug documenten staan van voor 2013. Op deze manier kan je dus documenten gaan archiveren in Admin DMS. Dit heeft trouwens ook een voordeel op gebied van performantie. Documenten gaan sneller ingeladen worden, dus het systeem gaat ook sneller werken. Ik hoop dat het duidelijk was voor jullie en tot de volgende keer.